Hey YouTubers! Welkom bij een nieuwe reactievideo. In deze video behandel ik de reacties van de film... Het is geen film. In deze video behandel ik de reacties van... True or dare! Het idee is dus al als je een reactie achterlaat onder de video, kunt u in deze reactievideo komen. Zo simpel is het. Dus die video is nog klikbaar. Je kan erop klikken. Dat houdt in dat het klikbaar is. Klik dus even op de video als je hem nog niet hebt gezien. Het is een leuke video. Ik heb veel goede reacties gehad. Maar nu het moment waar iedereen voor kijkt. De reacties. Reactie 1 is van Markot. Kom. Ik heb net mijn hond opgetild. Kijk, ik hou van random reacties. En ja, dat zie je wel weer. Ik had deze al meteen uitgepikt. Je had ook al een paar duimpjes omhoog, zoals jullie kunnen zien. En ja, ik zat met deze... What the f... En ik heb mijn kat opgetild. Hé, Pukkie. Ik ben zo schattig. Ga wel weer staan. De volgende reacties is van appels zijn cool, 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 cool. Maar even serieus, hoe ver ben je gegaan op seksueel gebied? Jij bent leuk, dubbele punt. Nou, eerlijk gezegd, ik zal heel serieus zijn bij deze. Ik heb nog nooit een meisje aangeraakt eigenlijk. Ik ben een soort van allergisch voor vrouwen. En als ik vrouwen zie... Dan word ik een beetje verlegen en dan krijg ik een rood gezicht. De volgende reactie is van Dit is Anthony. Wil je in de volgende video mijn kanaal in je video zetten? Nee. De volgende reactie is van Loontje 110. Gewoon te geniaal. De tranen liepen over mijn wangen. Moet je ook echt kijken als je melig bent. Dus als je van mail bent, zoals dit... Moet je vooral gaan kijken. Dus, bent u een mailzak? Kijk dan snel naar dylanhagens.nl. Maar ik ben blij dat je moest huilen door mijn video's. Ah! Snuffelvlog zegt, ik wil in je volgende reactievideo. Mensen die vragen worden overgeslaan. De volgende reactie is van Musici Mixa. Dylan, word jij wel eens voor Justin Bieber aangezien? Jongens, even serieus. Lijk ik op Justin Bieber? Kijk, dit is Justin Bieber. Lijk ik daarop? Ik heb wel heel vaak lang haar en dan zeggen mensen, oh je hebt lang haar. Als ik op deze video meer dan 250 reacties krijg, hè, op deze video, dan ga ik mijn haren gewoon millimeteren. Ik zweer het, ik ga mijn haren millimeteren. Echt. Only Wilco zegt, ik kom nooit in deze reactievideo. Nee, klopt, want mensen die vragen worden... De volgende reactie is van Cannons with Kenny. Cannon. Doe die kut piercing uit. Deze heb ik er vooral ingedaan omdat ik er een reactie op had. En ik vond hem zelf tamelijk geniaal. Ik had namelijk gezegd, hoe weet jij nou precies waar zij een piercing heeft? Snap je? Kut piercing. Kut piercing. Ja, oké, hij is slecht. Het is Timmy Turner, dat horen jullie toch wel? Zegt XD Brenner. Maar we gaan even naar een fragment van Timmy Turner kijken. Ik wou dat dit elke dag kerst was. De kerstman zorgt dan voor plezier. Nu kijken we naar een fragment van Lotte. Dat is toch veel te koud, man? Aansteller. Het heeft wel degelijk een paar overeenkomsten. Maar de vraag is... Is Lotte Timmy Turner? Supersketch88 zegt... Oh mijn god, was die echt? Ja, deze reactievideo was echt. Ik wil jullie bedanken voor het kijken naar deze reactievideo en alle reacties die op mijn video geplaatst zijn. Reageer vooral op mijn nieuwe video. Mijn nieuwe video komt volgende week uit en Gerrit speelt erin mee. Kennen jullie Gerrit? Dit is Gerrit. Dus, volgende week allemaal kijken en reageren en misschien kom jij wel in de volgende reactievideo. Dan heb ik nog maar één simpel ding te zeggen. Het is één woord en het eindigt op de R en het begint met later. Dus ik zeg maar het nu, ik zeg het later. Oh, oh, ik word altijd nog uitgeslagen en je mag mijn buik nog niet zien. De camera moet uit. Ik ben een fruitsoort.